Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we wolkenvelden boven Nederland, maar boven Zeeland en het Noordoosten ook al brede opklaringen. En die opklaringen die gaan terrein winnen. In de loop van de ochtend dus op steeds meer plaatsen een doorbrekende zon, waarbij de wolken nog wel aanwezig blijven. Zoveel droog, halverwege de ochtend ongeveer 16 à 17 graden. Overmiddag nou, flinke periode met zon, paar wolkenvelden en temperaturen dan van 19 tot 21 graden. De wind is nog steeds rustig, waait uit het oosten tot zuidoosten. Nou, vanavond heel rustig en droog weer, opklaringen en een paar wolkenvelden en zo rond een uur of negen is het 14 tot 16 graden. En dan morgen, nou het is eigenlijk min of meer een kopie van vandaag. De eerste herfstdag begint met temperaturen van 20 tot 22 graden, dat is boven normaal en daar verschijnt opnieuw de zon geregeld. Pas in de avonduren neemt vanuit het westen de bewolking toe, dan kan er in de nacht misschien een bui vallen. Ook vrijdag misschien nog een enkel buitje, We verwacht helemaal geen grote hoeveelheden. Zaterdag is dan weer droog en zondag neemt de kans op een paar buien weer toe. Maar je ziet het, de temperatuur gaat dan ook omhoog, omhoog: 22 tot 24 graden zondag. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.